Dit jaar hebben ruim 500 verenigingen en stichtingen meegedaan aan de Rabo Clubkastcampagne in de Bollenstreek. Dus het is een heel mooi aantal, daar zijn we erg blij mee. En de leden van de bank die kunnen stem uitbrengen. En de vereniging, stichting of ander initiatief met de meeste stemmen, die kunnen dan ook de hoogste bijdrage krijgen. Maar niemand gaat vanavond met lege handen naar huis. Ja, want de leden die kunnen meedenken over deze campagne. Is dat dé manier voor een bank om zich te wortelen in de lokale samenleving? Ja, ik denk dat dat juist is, want wij zijn natuurlijk een commercieel bedrijf, maar wij zijn ook een coöperatieve bank. En dat betekent dat wij ons gewoon verbonden voelen met de lokale gemeenschap. En verenigingen, stichtingen, die vormen de ruggengraat van de lokale gemeenschap. En er wordt veel gelachen, het heeft een educatief karakter, het zorgt voor verbinding, dus dat vinden wij ontzettend belangrijk en daarom dragen we ons steentje bij. De winnaar van de originaliteitsprijs is geworden... De roeivereniging Iris. Yes. Wij hebben de originaliteitsprijs verdiend omdat wij een jeugdfilm hebben ingestuurd. We zijn een vereniging die 9 jaar bestaat en sinds enkele jaren ook echt jeugdleden hebben. En daar heel veel voor doen, ook buiten het roeien om. En, want daarmee bind je kinderen, niet alleen met de sport, maar ook juist de gezelligheid en het sociale contact wat ze daaruit kunnen halen. En zij zijn, daar hebben we een filmpje van gemaakt over hun activiteiten en zij hebben onze vereniging gepromoot. Toch zijn er altijd materialen nodig. Jullie gaan geloof ik het bedrag besteden aan onder andere materiaal. Ja, wij gaan dat besteden aan riemen. Je moet riemen met de, roeien met de riemen die je hebt. En riemen zijn. Wij hebben soms wat verouderd materiaal. Maar de kluscommissie houdt dat ook enorm bij. Onderhoudscommissie. En hoe mooier de riem, hoe prettiger je kunt roeien. Ik kan alleen maar zeggen dat ik vind het een geweldig initiatief. Om die maatschappelijke betrokkenheid al zo vroeg te laten beginnen. En vandaar dat wij uitroepen tot de winnaar van de duurzaamheidsprijs. De Sint-Jozefschool uit Hillegom. Johannesschool. De Johannesschool uit Hillegom. Heel goed. We hebben samen met de leerlingenraad hebben een project opgezet, hè? De schooltuinen. En in overleg met de leerlingenraad en met de collega's van de school en het managementteam hebben we de aanvraag bij de Rabobank gedaan hiervoor. En die is gehonoreerd, dus hebben we super trots op en ontzettend blij mee. Is het idee ook ontstaan vanuit de leerlingen? De leerlingen hebben een idee geopperd in de leerlingenraad. Een aantal leerlingen van de bovenbouw die komen met ideeën. En dit was een van hun ideeën. Van de Rabobank Bollenstreek Clubkastcampagne 2017. Met een bedrag van €1.527,60. Fietsmaatjes Teilingen. De stichting Fietsmaatjes zorgt ervoor dat mensen die bewegingsbeperkingen hebben, dat kunnen mensen zijn die blind zijn, die doof zijn, mensen die bijvoorbeeld Parkinson hebben of die licht dementerend zijn, die willen heel graag nog naar buiten, maar kunnen dat niet zo makkelijk meer. Wij zorgen voor een fietsmaatje, wij zorgen voor een goede fiets en Fietsmaatje gaat samen met de gast op pad. Om buiten in de mooie Bollenstreek heerlijk van de buitenlucht te genieten, in beweging te zijn. En we bezorgen die mensen een fantastische ochtend of middag. Ja, waar het aan besteed gaat worden is dat we eigenlijk met een vernieuwde website proberen meer duidelijkheid te krijgen in heel Nederland wat fietsmaatjes betekent. Onze website is 5 jaar geleden opgezet en we denken dat die opnieuw ontworpen gaat worden en nog beter gaat weergeven wat we gaan doen. We'll be right back.